Ik ben Harry Strikwerda, ik werk bij Autoflevo, daar maak ik Volkswagens verkopen en ik werk hier nu een jaar. Ik heb 2 jaar geleden gekozen voor de avondopleiding bij de IVA, het BMC. Daarvoor heb ik MBO 4 gedaan, verkoopmanager. En op het moment dat ik daarmee klaar was, had ik eigenlijk het gevoel dat ik nog niet uitgeleerd was. En ik was voornemens om de IVA daarvoor eigenlijk te doen, daar heb ik niet voor gekozen op dat moment. En uiteindelijk ben ik met een omweg toch bij de IVA terechtgekomen en daar ben ik heel erg blij mee. Dat is een goede keuze geweest. De avondopleiding BMC houdt in dat je bijvoorbeeld op talen meer geschoold wordt. Je krijgt Duits, je krijgt Engels. Dus daar groei je sowieso in. Je krijgt bijvoorbeeld managementvakken, je krijgt bedrijfseconomie. Daardoor krijg je toch wel meer inzicht in bijvoorbeeld het hele bedrijfsleven. Dat is op zich wel heel goed. Mijn functie houdt in dat je een klant krijgt die hier komt met een bepaalde behoefte. Elke klant is anders, dus dat vergt ook een andere aanpak. En je probeert de klant van een zo goed mogelijk advies te voorzien op basis van koop, lease, private lease, financiering, verzekering. En je probeert dan de behoefte daarachter te bepalen. En je probeert dan ook dus die behoefte zo goed mogelijk in te vullen. Het heeft mij zowel op zakelijk vlak als op persoonlijk vlak eigenlijk heel veel gebracht. Ik ben daar ook door gegroeid eigenlijk als mens, dus het is een hele goede keuze geweest.